Zo, Tony Pino achter de camera. Kijk eens wat we gevonden hebben. Een nieuw pad in de buurt van Otterlo. Het Klompenpad. We gaan het even verkennen. We zijn er nog nooit geweest. Dit is de eerste keer. We weten niet waar we uitkomen. We zullen het wel zien. Kijk eens. Dit is best gaaf. Oké dan. Hartstikke mooi. Aha, wat is dit? Kijk dan, dit hebben ze gewoon helemaal nieuw aangelegd, dit pad. Vlakbij een bos. Echt wel mooi. Wow, kijk, die weg hebben we net gelopen. Wow, moet je dat zien? En hier gaat ook nog een weg naartoe. Laat maar eens even verkennen wat het is. Vet. Kijk dan, als je goed kijkt, daar staan ze dan. De campertjes. Ze zijn aan het recreëren. Zet. Je kan hier gewoon helemaal langs lopen. Vroeger was dit er niet, 3 jaar geleden. En nu hebben ze dit gewoon ontwikkeld. Gaaf. Aha. Kijk eens aan. Nou, dit pad dat gaan we niet helemaal aflopen. We gaan hier eens bekijken. Wat is dat, een kastje? Wow, wat is dit? Kijk dan. Je komt hier bij een soort veld uit. En hier heb je dit. Kijk, daarachter hebben we net gelopen. En dit hebben ze gemaakt. Oké dan. Het kan zijn dat je hier met je tent kan picknicken. Zo'n gevoel krijg ik wel. Want kijk, hier heb je ook stroom. Zie je dat? In het bos. Daar is het. Gave plek. Wow, dit was vroeger gewoon bos en daar hebben ze gewoon weggekapt. En hier zal er wel een parkeerplaats komen. Aan de rand van Otterlo. Geweldig. Leuk boomstammetje. Zo, daar was hij weer, de vlog. We gaan hem weer beëindigen. Een nieuw stuk natuur gevonden. Kijk eens. En het hele lange pad kun je dan aflopen. En als je dat helemaal afloopt, dan kom je daar op de camping terecht. Ik zou zeggen, tot de volgende vlog.